vandaag natuurlijk een belangrijke wedstrijd. Een altijd beladen derby tegen Standaard. En als wedstrijdpartner kunnen we deze avond rekenen op Handelsgids. Bij ons zit Luc. Luc, wat doet Handelsgids eigenlijk juist? Wat wij doen, dat is een heel verhaal, maar we zijn begonnen als een portaalsite. Dus oorspronkelijk waren wij een website waar van elke gemeente een handelsgids van bestond, waar alle handelaars één gratis mochten opstaan en natuurlijk ook konden adverteren. Nu, de laatste jaren zijn we helemaal uitgegroeid naar een marketingtool die op 9 verschillende manieren de klanten, wij gaan op 9 verschillende manieren de klanten helpen aan hun, aan nieuwe klanten en bestaande klanten, meer mee communiceren en wat weet ik allemaal. En wat zijn de toekomstplannen van jullie handelsgids? Oh, we hebben elk jaar ongeveer 1 à 2 nieuwe projecten. Heel recent is dus een nieuwe layout van handelsgids online gegaan. Ook responsief natuurlijk naar de GSM en zo. Ja. En hebben we het deel marketing zo aangepast dat dus iedereen nu reviews, recensies kan geven. Alle handelaars die op handelsgids staan. Dus ze kunnen zeggen hoe klantvriendelijk dat de handelaars zijn, met punten. Gewoon een score op 10 geven. Maar ze kunnen ook gewoon vertellen waarom dat zij die KMO belangrijk, vriendelijk vinden en wat weet ik allemaal. Plus ontvangst en al wat erbij hoort, hebben ze 6-7 punten waar ze de score op geven en commentaar kunnen opgeven. Dat alleen maar de handelaar kan zien. Soms is het ambetant dat er kritiek gegeven wordt als dat op Facebook komt of wereldwijd verspreid wordt. En dat is dan het grote voordeel. Het zijn alleen de handelaar, onze klanten dus, die dat kunnen zien. Als ze inloggen, zien ze die commentaren. Meestal is dat positief, maar het zou ook wel eens anders kunnen zijn. Ja, brengen jullie juist eten, het ziet er goed uit. Ja, het is plezant natuurlijk in zo'n skybox. En daar hangt dus een wedstrijd aan vast van de meest vriendelijkste handelaar. Dus met die punten, met die scores die de handelaar krijgen, en als het er van 50 verschillende mensen een score gekregen hebben, kunnen ze meedingen naar de vriendelijkste handelaar van de gemeente. Daar doen we dan een award uitreiking mee. Mensen krijgen een award en krijgen ook een deel budget aan reclame terug op handelsgids en zo. Heel erg leuk. Zeg, heb jij iets met STVV? Waarom handelsgids als wedstrijdpartner? Ja, dat is al heel lang geleden heb ik iets met STVV. In de jaren 80 deed ik hier de opnames voor BRT. Toen bestond de rest nog niet. En deed ik ook een intern tv-circuit. Dus ik heb er altijd wel iets mee gehad eigenlijk. Er was toen in een tijd dat ook in de kranten verschenen dat de tribunes daverden. Ik weet niet of jij dat nog weet, maar als er een goal waren, dan sloegen ze die ijzeren platen langs van achter en dan daverde dat zo. Toen hebben ze in de krant gestaan en dan gingen ze nog iets overdrijven. Want dan kwamen supporters op mijn statief van mijn camera, dat die een hele camera stond te dansen. Like, ik weet niet, was er een goal viel van Sint-Truiden en zo. En ja, we hebben dan een beetje op en aan meegemaakt en zo. Dus ja, ik heb toch wel een beetje binding met ze. En altijd zo'n beetje supporter geweest van Sint-Truiden. Van Sint-Truiden, sorry. Ja, okay. Nooit geweest. Nee. Oké, okay, goed. Alleszins heel fijn dat jullie hier vanavond zijn. Geniet van het eten, we gaan jullie laten eten. En ook heel veel succes natuurlijk met handelsgids.be.